Korte lontjes, weinig geduld, ruzie over hoeveel mensen er tegelijk op een kamer mogen zijn. De coronacrisis leidt tot meer agressie in ziekenhuizen. In het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven dragen de beveiligers sinds 3 maanden bodycams. Daarmee kunnen ze conflicten met ziekenhuisbezoekers vastleggen op beeld. Wat je in het ziekenhuis ziet is vooral mensen die geïrriteerd zijn of die door emotie misschien wat meer agressie laten zien. Een ziekenhuis is natuurlijk een omgeving waar veel spanning aanwezig is bij mensen. Want mensen komen hier over het algemeen niet voor hun plezier. En dat kan inderdaad ook frustratie met zich meenemen. Wanneer wij een agressiegerelateerde melding krijgen, dan gaat er altijd een beveiliger ter plaatse. Vaak 2, maar minstens 1 heeft dan de bodycam op. En wanneer je dan op zo'n melding aankomt, dan merk je toch wel een deescalerend effect. Mensen worden vastgelegd, dus ze merken dat ook, ze zien hem hangen. En dan zie je toch meteen dat de ogen naar de camera gaan, waardoor je weet van ze hebben door dat ze gefilmd worden. En vaak passen ze hun gedrag hier dan ook op aan. Als een ruzie of een conflict dan succesvol gedeescaleerd is, worden de beelden weer verwijderd. Wel worden eerst alle beelden geanalyseerd. Zodra de bodycam meegenomen is naar een assistentieverzoek of naar een incident, dan kijken we altijd samen met de beveiliger kijken we de beelden terug. Dat is ook voor ons leerzaam. Dus wat zijn we tegengekomen? Hoe hadden dingen misschien wel anders gekund? We beoordelen ook of de inzet van de bodycam terecht of onterecht is geweest. Want bij medisch gerelateerde agressie gebruiken we in principe geen bodycam. En als er relevante beelden op te zien zijn, dan kunnen we ze ook overdragen aan de politie, mocht de case daarom vragen. Het gebruik van de bodycams zit nu nog in een proefperiode van 1 jaar, maar de ervaringen van de afgelopen 3 maanden zijn razend positief. De bodycam heeft echt zijn nut al bewezen. We hebben in een zware case al beelden kunnen overdragen aan de politie. Dus dat is voor ons echt al van meerwaarde. Maar ook de deescalerende effecten zijn nu al zichtbaar. Dus de grote kans dat we daarmee doorgaan.